Hey, wat je goed ziet, dit is je panda. Steen vechten en vandaag ben ik met Romy. Dus, ik ga jou opmaken. Ja, want we de 11.000 likes hebben gehad. 1100. Oké, 1100 likes. 1100. Bedankt voor het liken. Eindstand, ik ga jou opmaken als man. Als man? Ja, dat vind ik knap. Hoe ga je dat? Ik ben knap. Oké, dus ik ga je opmaken als man. Oké, hoe ga je dat doen? Want ik ben een meisje. Nou, ik heb make-up en ik kan daar echt goed mee toveren. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Oké, ik ga beginnen met iets. Oké. Wat is foundation? Wat is foundation ook alweer? Dus ik heb mijn kwasten gewassen en ze ruiken heel lekker. Hi. Hi. Oké, dus deze eye en deze foundation. Foundation. Dus wat je dan doet om iemand mooi te maken, want dit is how to be beautiful with Steven Vechter / Rob. Doe je dit op de hand toch? Ja. Hi. Hi. Ja. Yeah. En dan? Dip je het op mijn hoofd. Oké, ik ga gewoon... Ach, je moet het eerst met een kwastje doen, dat is denk ik wel handig. Gewoon zo toch? Gewoon van die stipjes. Ja, maar moet je wel goed uitblenden. Je weet hoe dat moet, hè? Je ziet nou de make-up specialist schrijven. Dat dacht ik ook. Heb je het nu ook? Bruh. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Oké, wat je doet, je wrijft het. Wat? Moet ik wel rustig. Over dat neusje heen. Ah, maar dan ben ik verveld. Oké, maakt niet uit. Dat komt zo. Ja, maar dan zie je soms in mijn vel en foundation. Dat ziet er echt heel raar uit. Nee joh, ik doe het. Dat ziet echt goed uit. Ja, ben je er klaar voor? Ja, niet. Ja, oké, je hebt wel veel, maakt niet uit. Wordt het minder? Ja. Ja, dit is een soort van driehoek. Oké, nog wat meer, want dit was echt heel weinig. Oké. Nou, dat is niet weinig. En dan moest het hier zo, toch? Ja. Zo? Ja. Zo? Ja. En hier? Ja. En dat was het? Ja. Ja, oké. Hier zo? Blender! Oké, zo? Toch? Ja. Ja. Is het een beetje goed geblend? Niet goed geblend. Nee, ik zweer. Ik voel gewoon dat het niet goed is gepland. Omdat je je make-up nooit goed hebt gedaan. Ik doe het nou eens een keer. Oké, ik weet precies wat ik nu moet doen. Echt niet wat ik moet doen. Oké. Ik zie echt geen verschil, maar boeien. Ah ja, dit heeft wel veel effect hoor. Ik dacht wel heel lekker. Ruik zelf een kwastje. Hé Romy, ik weet precies wat we nodig hebben. Nou. Brons powder. Ja. Met dit. Kijk die tekst. Hi from Hawaii. Niet te bruin, dus gewoon even lichtjes. Door. Nee, niet dat het zo op mijn gezicht komt, kijk maar. Zodat het de meeste eraf is, snap je? Nee! Wat dan? Ik zeg, kijk. Nou, jullie meiden, jullie zouden vast wel begrijpen. Als je aan het make-uppen bent en je hebt dan te veel op je kwast, dan doe je het toch zo. Zodat het meeste eraf vliegt. En hij dacht dat hij het zo aan moest brengen. Ja. Klaar. Wat is van die jeukbeenderen? Hé. Hey. Ja, en deze kan ook. Dan moet je wel wat opdoen. Oh. Nou. Deze? Ja. En deze. De dip brow. En zo heet dat. De drip brow. Je moet met de haargroei mee, dus deze kant op. Oh. Niet er tegenin. Dat wist ik wel. Oké. Ja, doe wat jij wil. Ja, tegen haar in, maar ja, dat mocht ik niet. Oh. Ik schiet echt een beetje uit, ongeluk. Nee, dit maakt hem echt mooi. Oh, wat is dit een lelijke kleur. Dit straight staat. Yo. Je lijkt een Mario. Je lijkt echt een Mario. Bedankt voor het kijken. Graag gedaan. En doe een doe alvast een blauw duimpje omhoog. Ja. En abonneer even op Steven. En ja. En dan zie ik jou met je leuke toppie. Volgende week weer met een nieuwe video. Maar ik ga deze week 2 keer in de week uploaden. Dus ik zie je 2 keer in de week. Ah, nou, hashtag zin in, hashtag blij.